Oké, welkom terug allemaal. Vandaag duik ik mijn eigen tuin in met de 60mm macrolens van Fujifilm. Ze noemen het zelf een macrolens. Nu, de reproductiefactor van die... Kijk daar, een stuk karton. De reproductiefactor van deze lens is 1 op 2. En eigenlijk is een echte macrolens een lens die een reproductiefactor heeft van 1 op 1. Dus eigenlijk is het geen echte macrolens. Ze hebben ook een echte macrolens als dan de 80mm 2.8. Dit is 60mm 2.4. En de 80mm, dat is wel een echte macrolens met een reproductiefactor van 1 op 1. Nu, die heeft ook wel een andere prijs. Die kost rond de 1200 euro. Deze is rond de 600 euro. Reproductiefactor, wat is dat? Dat is eigenlijk als je een object fotografeert van 1 cm groot, dan wordt dat ook 1 cm groot afgebeeld op de sensor als je een 1 op 1 vergroting hebt. Dit is 1 op 2, dus die 1 cm kunnen maximaal als een halve centimeter groot krijgen op de sensor. In de praktijk betekent dat dat je bijvoorbeeld een uurwerk, nog wel net afhankelijk van de grootte van het uurwerk, als je een groot uurwerk hebt, kun je dan nog net beeldvullend fotograferen. Maar kleinere dingen, zoals bijvoorbeeld kleine insecten en dergelijke, daarvoor zou dit al niet voldoende kunnen zijn. Ik zie ondertussen dat er redelijk veel licht is. Dus ik ga even de belichting van de video wat corrigeren. Ik ga dus in de tuin op zoek gaan naar een paar dingen om te fotograferen met die 60mm macrolens. Dus deze is 600, de helft van de prijs van deze van 80mm. Er is maar één goedkoper alternatief en dat zijn die tussenringen. En daar heb ik ook al een video rond gemaakt de hele tijd terug. Het probleem met die tussenringen is dat dat niet praktisch is. Je moet dan eigenlijk het beste kun je met, ik dacht dat het de 23mm lens was, de f2 bijvoorbeeld, is ook geen zo'n dure lens. Dus dat is een goede lens om dan te combineren met die ringen. Maar dan moet je wel extreem dicht bij je onderwerp gaan. Dus dat maakt dat die lens minder praktisch is om te gebruiken. Eigenlijk. Daar komt het op neer. Het is redelijk wel licht. Maar er is ook veel wind, dus ik ga wat blaadjes en zo fotograferen. Daarvoor is dat minder ideaal. Veel licht is nodig omdat je met macrofotografie, omdat je zodanig dicht op je onderwerp gaat. Een van de elementen die bepaalt hoeveel scherptediepte dat je hebt, is hoe ver of hoe dicht je van je onderwerp gaat. En hoe dichter dat je bij je onderwerp gaat, hoe minder scherpe diepte dat je hebt. Dus ik zal hier van die bloemetjes een paar foto's proberen maken. Oké, het begint net te regenen natuurlijk. Ik heb hier net een paar bloemetjes gefotografeerd. Dat gaat nog net op F4. ISO 400 heb ik gewerkt op dit moment. De dingen die mij opvallen bij de lens, is de eerste lens van Fujifilm die ik vast heb, waarbij dat de zonnekap effectief van metaal gemaakt. Dus dat is de eerste lens die ik tegenkom. Zelfs in de duurde prijsklassen zijn de Fujifilm lenzen zelden voorzien van een metalen zonnekap. En dan voor de rest is de metalen lens. Dus geen zo'n grote lens zoals je kunt zien. Dat is de... Op de XH1 is die nu gemonteerd. Qua focussnelheid, ik denk... Kijk, als je heel dicht, zie je wel dat hij een vreemde... Wacht, ik zal het een keer proberen demonstreren. Door de zonnekap er even af te halen. Dus ik zou niet aanraden van zonder die zonnekap te fotograferen, want kijk, als je de lens inschakelt, of de camera beter inschakelt, kijk, dan komt er een heel stuk van de lens uit, waarmee dat je dan de minimum scherpstelafstand is iets in die zin, dus je hebt nog een redelijke afstand tegenover je onderwerp om toch nog licht binnen te laten. De autofocus, de snelheid, de autofocus is niet altijd direct juist, plus dat de snelheid ook niet denderend is. Dus dit is zelf een van de traagste lenzen die ik al gebruikt heb van Fujifilm. Het is vergelijkbaar met bijvoorbeeld de 56mm 1.2 is ook een vrij trage lens, maar ik denk dat dit nog iets trager is. En de 56 is meestal niet zo heel vlot, maar is meestal wel altijd juist. Terwijl dit niet zo heel vlot is en vaak ook nog eens niet juist scherp stelt. Plus, als het niet juist scherp stelt, moet het ook de hele range in en uit gaan. Dan ben je heel veel tijd verloren om gewoon op de juiste scherpstelling uit te komen. Volgens dat ik het mij herinner, heb ik toen ik die lensadapters, dus die tussenringen testen, heb ik toen van die bomen de schors gefotografeerd. Dus ik ga dat nu ook doen.
als je dan wil, kun je eigenlijk nog een vergelijking maken tussen de foto's die ik toen en gemaakt heb en die ik nu maak. Volgens wat ik al gezien heb, is het wel een heel scherpe lens. Het is een vrij compacte lens. Volgens mij, ik zal er een afzonderlijke video op maken, maar ik vermoed dat dit ook een heel goede portretlens is. Omdat als ik zo kijk, de rendering van de achtergrond, die onscherp is, is echt heel mooi. Ik zou zelf durven zeggen, mooier dan die 56 die echt een portretlens is. Dus ik vermoed dat dit vooral een zeer goede portretlens zal zijn. Op de snelheid na dan. De diafragmaring. Die is van het vervelende type verleidbaar met de 56mm. Dat heel, heel subtiele tussenkliks heeft. Dus het is heel moeilijk om te voelen wat het 1/3 tussenstops zijn. Plus dat je de ring ook heel gemakkelijk per ongeluk kunt verzetten. Dus ik ga nog snel hier van boom, die schors, de details van die schors fotograferen. Denk ja, kan ik de lens aanraden? Als je echt macrofotografie wil doen voor een betaalbare prijs, dan zou ik dit eerder aanraden dan die tussenringen, omdat dit veel werkbaarder is. Maar als je echt naar heel kleine dingen wil gaan, dus bijvoorbeeld insecten, wat ik al zei, dus echt heel kleine details, dan gok ik dat je hiermee dus in de problemen komt te zitten door die 1:2 reproductiefactor. Dus dit is scherp gesteld. Dit kan ook nog. Maar dit is te dicht, dus ongeveer dit. Is zo ongeveer het dichtste wat ik kan voor de foto qua scherpstelling. Ja, ik ben hier uit de hand aan het fotograferen, wat natuurlijk ook niet optimaal is voor een 60mm lens. Dat is eigenlijk al een telelens, hè. Dat is al mal anderhalf, is al 90mm naar klein beeld omgerekend. Dus dat is eigenlijk niet echt een type lens om vanuit de hand los te gaan fotograferen. Ik zal de foto's delen, bedankt voor het kijken en graag tot de volgende. Het is ondertussen aan het regenen, dus ik ga naar binnen. Deze is water. Weersbestendig, maar de camera waarmee ik film niet.